Dat is nou de wortel van alle mannelijke dominantie in heel veel culturen en religies. Hij bevrucht haar. Hij zet zijn zaad in haar. En het is een volstrekt achterhaald en fysiologisch, biologisch onjuist idee. We hadden in de 17e eeuw van gedachten moeten veranderen. En dat hebben we niet gedaan. En toen zijn we ook technieken gaan maken die dat oude idee nadeden. En dan zijn die technieken succesvol. Ja, en net als in elke wetenschap, als je experiment succesvol is, dan denk je dat je gelijk hebt. Maar dat is helemaal niet waar. Een experiment bewijst nog niet dat je gelijk hebt. Een experiment bewijst alleen maar dat de feiten kloppen met jouw ideeën.